Hallo bakstenen, ik heb al zo lang niet meer geüpload, dus ik denk laat jullie even zien waar ik allemaal mee bezig ben. Ik zit nu in eu.shotbo.net en ik sta hier bij de grote A van Annihilation. Je hebt hier dan allemaal signs met eu Annie. Als hier staat, is Coastal, vind ik de beste map. En er staat 32 van de 120 players en start in 120 seconden. Nou, hij start pas als elk team 20 mensen hebt. Dus dat gaat nog wel even duren. Niemand wil red joinen. Want red is gewoon zo slecht. Dat het altijd bijna als eerst afgaat. Dus ik ga nu proberen green joinen. Nou, ik join green. Maar ik heb al een paar kits. Want dat heb ik voor 10 euro gekocht. Ik wil 4 kits of zo. Nou, met Okrobat kan je zo dubbel jumpen. En dan ga ik altijd hierop staan. En pak ik weer de miner kit. De miner kit die kan je krijgen al heb je 1500 oors gehakt. En ja, dat geeft je dus dubbele oors. Zoals je hier kan lezen. Je krijgt een efficiëntie 1 pickaxe met 4 coal, een furnace. En je krijgt de dubbele loot, zeg maar, van de iron, de gold, de diamonds. Scorpio, die heb ik gekocht met mijn geld. Dan kan je mensen, kan je zeg maar, een ster naast toe gooien. Zoals jullie misschien al in een eerdere video hebben gezien. Oh, yo. Nou. Sommige mensen kunnen mij hier dus al op eu.shotbo.net. Waarschijnlijk van of mijn YouTube kanaal, of via David of zo, of iemand, Danny, Kars. En oké, Scorpio kan dus mensen zoeken. Warrior, je krijgt je deal plus 1 damage with a melee weapon, dus je krijgt meer damage. Je krijgt een stone sword met knockback 1, je krijgt een health pot. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Vampire, je krijgt 25% meer damage na het gewoon, jij wordt 25% meer gedamaged. En in de avond dan kan je 50% kans hebben om levens te trainen. Dus Wii League speelt een soort van lifestyle. Transporter. Je kan een transporter neerzetten. Dan ga je bijvoorbeeld naar iemands base rusher. Dan kan je het beste met invincible potions doen. En dan zet je daar een transporter neer. En dan komt je hele team en dan kan je een base rippen. Tor heb ik niet, maar dan krijg je een lightning bolt elke 2 minuten of zo. Buskers snap ik niet echt. Scout kan je al heb je 500 damage door enemy nexus. Dat zou je niet zo snel hebben, want het is best wel moeilijk. Clivian, die krijg je in het begin. Clivian, dan krijg je gewoon een crafting table. Meer niet. Nou, het is altijd wel handig. Archer, ik weet niet precies wat voor bow je krijgt, maar je krijgt 1 extra damage. Je krijgt en je kan 2 extra arrows volgens mij maken of zo. En je hoeft alleen maar flint en sticks. En acrobat, dus dat dubbel jumpen. We gaan zo meteen beginnen. Het duurt nog 20 seconden. Alles goed. Ja, ben uitleg over Annie aan het geven voor YouTube. Want het is echt veel te lang geleden. Yep. Medusa. Oké. Okay. Gewoon veel mensen kennen me hier. Dat vind ik best wel vet. En het is gewoon leuk om met fans te spelen. We zitten nu in phase 1. Ik zal jullie het main ding laten zien van de game. Dit. Je ziet die hele mega beacon. Ja, met jou. Ja, yeah, we zien steen, baksteen, alles. Hey. Kijk. Dit is de nexus. Het is een endblok. Die moet je kapot maken. Zo moet je pickaxe. Maar dat kan pas in phase 2. En in het, elke phase duurt 10 minuten. In phase 2 gaan dus overal. Iedereen probeert. Kan je vragen of ik in de kingdom mag? Sorry, dat kan ik niet vragen. Ik ben nu groen. Je hebt blue, red en yellow en green dus. Eerste enchantment table trouwens. En hier staan gewoon allemaal random boeken. Ik plooi meestal je transporten neer. Ja. Nou, deze moet je dus verdedigen. En daardoor moet je in je fort moet je een base bouwen. Nou, dit stoort een beetje bij mijn uitleg, maar dat maakt niet uit. Je moet hierom een base gaan bouwen. Maar de eerste phase gaat vooral om minerals verzamelen. Minerals zijn bijvoorbeeld eten, iron, gold, van alles eigenlijk. Met gold kan je potions en zo kopen. En je kan wapens kopen, maar dat hoeft niet per se. Oh ja, trouwens, dat is het enige wat je wel met gold kan doen. Nou, maar hier heb je echt helemaal niks aan. Alleen aan de apprentice wand. Want daarmee kan je
hoe heet dat ook weer? Met de Prince Wand kan je Blaze Powder maken. En met Blaze Powder kan je dus Strength Potions gaan maken. Miss Bugstein, lol. Yeah. Maar, omdat ik nu de... ze hebben nu erin gegooid dat als je iets hakt, het niet meer als drop krijgt. Maar dat het meteen in je inventory komt. Dat is best wel nice, omdat ze dat eerst niet hadden en dus alles werd genakt van je. En dat was best wel kut. Dus met mijn class krijg je 2 iron. Let maar op. Al hak ik nu even 1 iron. Hier ook. Zie in mijn inventory dat ik er 2 krijg. Dat komt door mijn miner kit. En dat is dus eigenlijk best wel handig om heel snel iron te verzamelen. Al heb je 32 iron, kan je een heel setje maken met de zwaard en de pickaxe en een axe. En ja, dat heb je eigenlijk nodig in deze game. Ik heb 9 iron en ik weet niet hoe ik eraan kom, want ik hoor 2 per keer te krijgen. Dus dat is best wel raar. Ik hak sneller dan iedereen. Nou, dan de meeste hier. Want niet iedereen heeft een miner class. Maar in phase 1 is dus de bedoeling om, ja, om een beetje je resources te krijgen. Ja, dat vind ik al best wel een goede uitleg over Annihilation. Annihilation kan je dus spelen op eu.shop.net. En op us.shop.net. Dat is heel soms lekker te spelen. Maar ik vind het EU leuker omdat gewoon mensen je kennen. Maar ze willen me dan best wel graag killen, de meeste. En ze willen me helpen. Dus dat is best wel nice. En dat vind ik ook best wel leuk om gewoon samen met jullie te spelen. Dus ik hoop dat ik jullie hier ook snel ga zien. En dat jullie dan even zeggen, hey Gino, gaat het? Ik heb je video gezien. Hey, swag, swag. Nee, geen swag. Oké, maar dit is best wel irritant hier mijnen. Je hebt meerdere iron mines hoor, maar ik ga daar wel even kijken. Dit is de eerste iron mine en eigenlijk deze wordt het meest gebruikt. Omdat deze veilig zit. Hier ook, zoals je zo meteen kan zien, zit de redstone mine. Die zit achter de iron mine. En dit is de snelste plek om XP te krijgen. En dan ga ik nu meteen door naar de coal mine. Dan ga jij vanuit de iron mine ga je hierheen. Want daar is de iron mine. Dan ga je hierheen. En dan is daar 1 coal mine. Maar de meeste mensen pakken altijd die furnaces die hier staan. Ja, hier hoort 2 furnaces te staan. En hier kan je dus coal hakken. Er zijn 2 coal mines. En die andere coal mine ga ik je nu ook laten zien. En dus hier zit een coal mine. Allebei de, ja, gewoon om coal te hakken. Daar hoort furnaces te staan. Maar die nakt altijd iedereen zodat ze zo snel mogelijk kunnen smelten. Hier is een 2e iron mine. Deze wordt niet gebruikt omdat hier heel vaak mensen komen invaden. Bijvoorbeeld van red, van green of van blue. Wat? Ik ben green. Gewoon de andere ploegen komen hier heel vaak in veden en zouden dus heel vaak doodgaan. Daar heb je alweer iemand van blue. Dus die laat ik nu met rust. Ik ga gewoon weg. Dit is de gold mine. En hier kan je dus gold hakken. Dan moet je dus spelten. En dan kan je allemaal shit kopen om te gaan brewen. Nu zal ik nog even laten zien. Hier heb je de emerald mine. Met emerald level je het snelst up. En ik weet niet of ik dat kan hakken met deze. Ja, maar je krijgt er wel spelers van. En je moet eigenlijk gewoon in de beginfases moet je al je resources gaan pakken. En ja, dat is het een beetje. In phase 2, dan kan je de nexuses gaan aanvallen. Maar dat zou ik niet meteen doen, want ze staan met z'n allen in de beesten campen meestal. Of ze en eigenlijk best wel belangrijk in deze game is een midbasis. En waarom maak je een midbasis? Omdat in mid is daar spawnen in phase 3 de diamonds. Daarom moet je altijd best wel snel een, hoe heet het, een midbase gaan bouwen. Ik zal straks even kijken of we een midbase hebben. Maar ik ga nu eerst 24 hoe heet het, cobblestone hakken. Zodat ik nog 3 furnaces kan maken. Per 1 coal kan je 8 blok smelten. En ik heb er 33, maar dat hoorde 32 te zijn. En dan kan ik, dan kan ik in elke furnace kan ik 8 iron doen. En dan heb ik dus 4 furnaces en 4 coal nodig. Dat heb ik allemaal altijd al uitgerekend. Ik ga wel deze toren in. Dan pak ik me ook planks, wood chisel erbij. En mensen maken ruzie in de chat. En er staat een koe boven en ik weet niet waarom, want ze zijn fucking gek. En dan maak ik dit meestal dicht. Zodat er niet
mensen niet zo snel hier kunnen komen. Dan plaats ik de furnaces. En dan doe ik even zo. En even zo. En dan shift klik ik gewoon alles erin. Nou ja. Ik zal even alles gaan smelten. En dan kom ik bij jullie terug als ik in phase 2 zit. Oh, ik ben alweer dood gegaan. Het eerste stuk vergeten weer op te nemen. Phase 2 is begonnen. Wij werden aangevallen. En ik ben hier net dood gegaan. Maar er is nog een fight gaande hier. Ik maak ook nog wel een vervolgaflevering. Want dit is geen goede start. We zijn al 25 Nexus damage kwijt. En dat is fucking veel. En ik ben weer dood. Zo gaat het in dit game. En iedereen loopt hier gewoon een beetje te kutten. Terwijl onze Nexus gewoon wordt genakt. Maar ja. Niemand begrijpt dat gelukkig. Ik heb weer een Iron Sword. En ik ga dit potje straks leven. Omdat het gewoon alweer zinloos is. Deze game is pretty zinloos. Daarom vind ik games soms irritant dat ze weten dat ik in green zit. En daarom gaan ze expres op green. En daarom worden wij nu zo hard gereept. Ja. Yeah. Maar ja, de teleporter is eindelijk stuk. Maar ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Het doel is dus eigenlijk om je Nexus te beschermen. En dat is hier dus een beetje niet gelukt. Dit team faalt eigenlijk best wel. Nou ja, ik faal hem ook. Omdat ik me iedereen zei, ja, ze gaan twee blue naar de Nexus. Dus ik denk, ga er één. En ik werd gereept. Dus oké, ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Als jullie dit best wel leuk vinden, dan zou ik binnenkort meer afleveringen van dit uploaden. Ik zou Kingdom ook nog binnenkort gaan uploaden. En ik heb een nieuwe headset, daarom klink ik anders. Ik kan die microfoon nu even niet verder van mijn mond zetten. Ik weet niet waarom, dus je hoort me soms blazen of hijgen of iets. Dus geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Klik even op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En laat natuurlijk een reactie achter. En spreek jullie later.